Dit blijft er over van de auto van de president van de Deutsche Bank, Herrhausen, die bij de aanslag om het leven komt. Herrhausen, ook wel de machtigste man van West-Duitsland genoemd, wordt het slachtoffer van de Rote Armee-fractie. De aanslag is het werk van de derde generatie RAF-terroristen. Bondskanselier Kohl, een persoonlijke vriend van Herrhausen, reageert geschokt op de gebeurtenis. Viele van ons, ook ik, verlieren einen treuen Weggenossen, einen guten Kameraden und Freund.